Bij deze training is het belangrijk dat je PDF van tevoren hebt uitgeprint. Ook is het verstandig om hier je pen en papier bij de hand te houden, zodat je de quizvragen kan beantwoorden en de notities kan maken. De link die vind je bij de videobeschrijving, onder de video. Dus laten we beginnen. Welkom bij de NEC kleurcorrectie. Deze training gaat over alles over het corrigeren van de kleuringen. Ik ben Cindy van Leeuwen, Education Manager bij People4 en vandaag ga ik jullie alles vertellen over deze training. Maar hoe ziet zo'n kleurcorrectiecursus nou eruit? Het is een behoorlijk vol programma wat je nu gaat krijgen. We gaan het hebben over de kleurcorrectie, de consultatie, het inpennen daarvan en de diagnose die je maakt bij de klant. Wat zit er in het haar? Vooral veel warmte of juist heel veel koelpigment? Color support, kleurverwijdering, onder andere met een booster. Color cleanse houdt in een blondeerwassing. En color balance is dus het balanceren van de kleur. Zodat je zeg maar van lengte, tenminste van A tot met punt, een egaal kleurresultaat bereikt. Een kleebalayage hebben we nog een keer om balayage toe te passen in het haar. Beoordeling van de kleur. Hoe gaan we dus kleurvervaring tegen? En hoe gaan we het voorpigmenteren? Dus een prepigmentatie in het haar. Als laatste hebben we nog een keer professionele zorg voor haar en de kleur daarvan. Zo'n kleurcorrectie. Waar lopen we nou tegenaan in de salon? Want er zijn natuurlijk heel veel dingen, factoren waardoor zeg maar, mensen dus terugkomen waarom ze niet blij zijn met hun kleuring. Dus daarom vraag ik ook altijd aan klanten, wat is er bijvoorbeeld zeg maar, ooit een keer misgegaan met hun kleuring? Nou, als allereerst zie je natuurlijk hier bovenaan de thuiskleuring staan. Dit is de nummer 1 waar de meeste kleuringen fout mee gaan. Ook als ik maar bij een groothandel kom en mensen vragen om een kleuradvies, dan schrik ik echt gewoon van de antwoorden die ze krijgen. De kleur kan bijvoorbeeld te donker zijn, of de kleur is te mat, of de kleur is veel te licht geworden. Het kan ook dus zijn dat de kleur veel te warm is geworden. Mensen kopen vaak zeg maar, een pakje of een kleuring die ze zeg maar, aanwijzen op de kaart, maar juist het onderliggende karakter wat erin zit, die warmte die vrijkomt, daar moeten we ook echt wel rekening mee houden in de salon. Ze kan bijvoorbeeld ook geen egaal kleurresultaat hebben, of een opstapeling van de kleuringen. Maar medicatie is het dus ook zo. Medicatie heeft ook echt een grote invloed op dat je kleur gewoon minder goed pakt. Of bijvoorbeeld dat die gewoon heel erg anders uitpakt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kleuring een beetje groenig uitpakt. Of bijvoorbeeld wat meer zeg maar een beetje een violet kleuring. Mocht het nou zeg maar zo zijn dat een kleur wat meer violet pakt, dan heeft het vaak te maken met de metaalwaarde van de medicatie. En dan zit het vooral zeg maar in hoge bloeddruk en lage bloeddruk medicijnen. Maar ook mensen die hooikoorts hebben. Juist met hooikoorts kan het dus zijn dat je kleur in één keer heel anders pakt. Of bijvoorbeeld naar een narcose. Iemand heeft een narcose gehad vanaf de aanzet in de haarwortel. En vaak pas 2-3 maanden later krijg je dus het resultaat dus te zien waarom die kleuring dus niet goed pakt. En henna kleuring is ook altijd een grote gevaarfactor in de salon. Over henna kan ik ook geen advies geven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je over een henna kleuring een bruine kleur zet. En het kan ook weer dus groen of paars uitpakken. Helaas kan ik dit dus niet corrigeren, want je kan er geen blondering overheen zetten, omdat er ook heel veel metaal deeltjes erin zitten. En het zijn allemaal beschadigingen voor het haar en ook dat wat ik gewoon niet kan corrigeren. De klant wil verandering. Juist dat vind ik altijd een leuke uitdaging. Maar ook hierbij, hoe meer kennis je hebt, hoe meer verandering je ook kan toepassen bij je klant. Het kleurresultaat, het uitlopen van folies. Dat houdt dus weer in, een folie kan bijvoorbeeld ook gaan lekken. Dus stel nog voor, ik heb een highlight heb ik gezet en die gaat naar beneden lekken. Dan kan het dus zijn dat ik een hele blonde balk heb. Wat je dan dus het beste kan doen, is om een lowlight dus te plaatsen tussen die uitgelopen highlight. En andersom ook. Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat je een lowlight plaatst in het haar. En dan is het zeg maar dus zo, als die uitloopt, dat je een hele donkere balk hebt. Daarin zou je dus een highlight moeten plaatsen. Resistent haar houdt zeg maar in het haar wat heel erg moeilijk pakt. Dus echt de grijsdekkingen of de harde haren die echt amper zeg maar, een kleur willen opnemen. Daar moet je ook weer rekening mee houden. En nog een keer gevoeligheid van huid en haar. Dit moet je zeker niet vergeten. Ook daarin vraag ook altijd aan de klant, heeft u wel eens een keer eerder een reactie gekregen op een kleuring? Zo'n analyse is ook heel erg belangrijk. Een zorgvuldige analyse, die maak je zeg maar dus met het doel te kunnen behalen voor een bestaande kleurproblemen. Wat is de gewenste kleur en is dit haalbaar? Dit is een hele belangrijke. Want stel nou voor, ik heb een klant en die is heel donker van kleur. En ik beloof haar dat ik haar zo licht mogelijk gekleurd kan krijgen. Naar een kleurige 10. Maar misschien red ik het helemaal niet. Dan kan ik beter mezelf indekken om die klant dus te beloven naar een licht gekleurd blond toe te kunnen gaan. Maar niet helemaal naar het wit blonde. Misschien dat het wel lukt, maar dan is het alleen maar weer positief naar de klant toe.
in plaats van dat ik omdraai, ik beloof de klant alles en ik kom niet tot goede kleurhoogte, dan is de klant dus weer teleurgesteld. Dus daarin wil ik ook echt wel adviseren, beloof ook niet te veel naar de klant toe. En overleg ook alles met je klant. Ik weet, er zit ook inderdaad een behoorlijk prijskaartje aan. Want een kleurcorrectie kost gewoon heel veel tijd en heel veel product. En dat zorgt ook echt wel ervoor dat, dat het gewoon wel wat kost. Maar ook daarin kan je jezelf ook heel goed indekken. Zometeen vertel ik jullie daar ook weer meer over. En sowieso, we zijn kappers, we zijn creatief. En juist een creatieve oplossing kan er ook weer voor zorgen dat je een heel goed kleurresultaat kunt krijgen. Ik heb liever ook een klant die ik van tevoren zie. Dat ik gewoon goed kan nadenken wat ik ga doen met die kleuring. En dan kan ik mijn plan van aanpak gaan maken. Met een rek dus ook. Je kan zeg maar ook aan het haar voelen ook hoeveel rekbaarheid er nog in zit. Hoe meer rekbaarheid, hoe sterker het haar is. Met een corrigerende kleuring. Om een goede, zorgvuldige diagnose te kunnen maken, wordt het dus ook dus gedaan door een kleurspecialist. Dit is zeker aan te raden. Je hebt altijd inderdaad een kleurspecialist in de salon, of misschien ben je het zelf. En dit is echt wel nodig. De know-how, het weten hoe het haar werkt, het weten hoe het haar zeg maar, dus pakt, wat voor warmte er vrijkomt. Dat zijn allemaal belangrijke factoren voor een diagnose. Het is inderdaad ook een uitgebreide service. Het kost ook heel veel tijd. En daarbij zorgt er ook goed voor dat het gewoon goed van tevoren is ingepland. Bij mezelf ook in de salon. Ik deed mijn kleurcorrecties altijd het liefst op de donderdag. Of bijvoorbeeld zeg maar, op de dinsdag. Maar bij vrijdag en zaterdag, die hield ik niet echt gewoon apart voor kleurcorrecties. Omdat het gewoon te veel tijd kost. En je staat ook behoorlijk vol in het weekend. En ik heb liever gewoon meer tijd dat ik juist een uitgebreide behandeling kan geven. In plaats van dat ik helemaal vol gepland sta met kleurcorrecties midden in het weekend. Maar dat is gewoon voor iedereen voor zich. Maar als tip, mijn donderdag en dinsdag waren mijn beste dagen voor de kleurcorrectie. Daarbij ook inderdaad ook. Zo'n verzorging is ook net zo belangrijk als je kleurcorrectie. Het haar heeft wat meegemaakt. De rekbaarheid is eruit en er moet ook inderdaad ook weer een opbouwer in het haar gebracht worden. Vooral met proteïne en vooral met heel veel verzorging. Zoals ik al zei, timing. Timing is everything. En het is ook echt zo. Ik krijg heel vaak de vraag ook van hoe moet ik het inboeken? Wat moet ik ervoor vragen? En dat is het ook inderdaad. Het kost gewoon heel veel tijd. Gemiddeld kost een kapper 1 euro per minuut. Hou dat gewoon in gedachten. Maar ook het inboeken van een consultatiegesprek. Stel nou voor dat mijn klant zeg maar, dus een kleurcorrectie wil hebben, dan boek ik liever even mijn klant even in voor 15 minuten. Deze 15 minuten zijn kosteloos. Je moet maar vergelijken dat als jij zeg maar, dus naar een restaurant toe gaat, je gaat je verjaardag daar vieren, je hebt een zaaltje afgehuurd en je hebt gewoon je bepaalde wensen. Op dat moment neemt het restaurant ook even gewoon een kwartier dus de tijd om een goede consultatie te kunnen maken voor wat jij wilt. Zo werkt het in de kapsalon precies hetzelfde. Luister aandachtig naar de klant. Dat is heel erg belangrijk. Daarbij, tijdens die 15 minuten kan je dus een analyse maken, een diagnose en eventueel kan je nog een keer het haar testen. Op die manier heb je heel veel informatie verkregen en kun je ook gewoon veel beter jouw diagnose ook weer maken naar de klant toe. Heb je al die informatie opgeslagen, dan ga je dus beginnen met het inchecken en het boeken van de klant. En dan maak je nog een keer dus een prijsindicatie daarvan. Tijdens een diagnosegesprek ga je dus vragen naar de haargeschiedenis van de klant. Is het nou een vaste klant, dan weet je dus precies de haargeschiedenis. Maar is die klant bijvoorbeeld bij een andere kapsalon geweest of ze heeft zomaar thuis gekleurd, dan kan je daar ook heel veel informatie uithalen. Nog een keer, wat zijn dus de wensen en wat kan je nog een keer behalen van de wens? Het inplannen van de afspraak en als laatste nog een keer de geschatte prijs. Ook met die prijs, je kan beter een prijsopgave maken die wat hoger is, in plaats van een prijsopgave die lager is. En uiteindelijk ben je gewoon meer geld kwijt, omdat je gewoon meer product nodig hebt. Dus schat het ook heel goed in van tevoren. En ja, en hoeveel kost het? Wat ik natuurlijk al eerder zei. Een kapper kost ongeveer een euro per minuut. Maar daarbij komt ook een keer de productinhoud nog een keer ervan. Dus heb je bijvoorbeeld iemand met half lang haar of met lang haar, dan zit er ook echt wel een verschil in qua prijs. De tijd is ook weer nodig voor de haarservice. En heel erg belangrijk, dit vind ik een van de belangrijkste zinnen. Je expertise is je vakkennis. Hoe meer vakkennis je hebt, hoe meer je ervoor mag vragen. Zeker weten. Het is gemakkelijker om een prijsopgave te doen als de klant gewoon helemaal dus een diagnose heeft gehad. Dus je begint met je consultatie. Je berekent je productverbruik. Daarbij nog een keer, wat ben ik nog een keer kwijt aan tijd? En dan nog een keer,
thuishaarverzorging. Stel ervoor dat ik iemand ga ontkleuren, bijvoorbeeld van een donkere kleur naar een lichte kleur, dan adviseer ik ook zeker de juiste producten mee voor thuis. En daarmee geef je nog een keer een geschatte prijs. Dat kan bijvoorbeeld 100 zijn, 130 euro, ook 160, 180. Ook daarin zit gewoon een verschil. En het verschil zit vooral zeg maar, dus in jouw expertise en je vakkennis. En ook waar je salon is geplaatst. Want stel ervoor dat je een salon midden in de stad zit in Amsterdam, of bijvoorbeeld in het uiterste puntje van Groningen, dan zit er ook wel een verschil van prijs in. Dus, als we zeg maar dit allemaal samenvatten, je legt uit wat de behandeling zeg maar inhoudt en wat je allemaal gaat uitvoeren. Je houdt rekening dus met je tijd. Je gaat bekijken hoeveel producten je nodig hebt en eventueel nog een keer voor thuis. En nog een keer het inboeken van de klant. En daarbij laat de behandeling ook nooit door een junior specialist alleen doen. Een junior specialist kan je wel opleiden om het goed uit te laten spoelen. Of om bijvoorbeeld zomaar het haar tussentijds te drogen. Maar juist de kleurcorrigerende kleuren moeten echt gedaan worden door een expert. Hier zien we zeg maar een mooi overzicht van de diagnose. Dus wat vindt de klant mooi aan de huidige klant? Wat vindt ze mooi aan de huidige kleur? Wat vindt ze niet mooi aan de huidige kleur? De eigen natuurkleur, de kleurkarakter. Hoe groot is de uitgroei? Dit zijn allemaal punten die je allemaal na kunt gaan met je stappenplan. Als we kijken naar een adviesgesprek, dan gaan we dus kijken naar, oké, wat wil deze klant? Wat is haar bestaande kleur? Wat is de gewenste kleur? Dus kan je ook dus het resultaat dus bereiken. Wat is de gevoeligheid van haar en hoofdhuid? Ga het ook zeker goed na en vraag het ook zeker aan de klant. Poreusiteit van het haar en hoe groot is de uitgroei? Stel ervoor dat die uitgroei behoorlijk groot is, dan kan het dus zijn dat je eerst even dus de middenlengte moet oplichten en dan pas de aanzet. Dat zijn allemaal factoren waar je rekening mee moet houden met een kleurconstatatie. En dan zijn er ook weer de chemische behandelingen geweest. Bijvoorbeeld een ontkleuring, een permanent of een straightening of eventueel zeg maar dus die henna-kleuring. Dit overzichtje laten ze zien met de diagnose waar je dus rekening mee kan houden. Dus je kan bijvoorbeeld kijken, heeft de klant een omvormer gehad? Heeft ze highlights gehad? Demi of een semi-permanente kleuring of juist een permanente kleuring? Is het geblondeerd? Heeft ze een henna-kleuring? En zitten er extensions in? Ook met extensions vind ik heel erg lastig. Ik kan ook niet van tevoren goed inschatten hoe een extension pakt. Dus ik heb liever dat mijn klant de kleur van de extensions meeneemt die ze wilt hebben. Dat ik daar dus de kleur van het haar aanpas en de extension inzet. In plaats van andersom. Dat ik dus de extension ga inzetten en dan pas later pas de kleur ga aanpassen. Dus dit zijn dus de factoren waarin je rekening mee moet houden met zo'n diagnose. Als allereerst medicatie. Zoals ik al eerder vertelde, medicatie kan echt een grote invloed hebben op je kleuring. Mocht je nou een twijfel hebben van tevoren, doe altijd een testlog of eventueel kan je mij nog een keer bellen op mijn nummer 06-113-42-001. Ik zal jullie helpen met de juiste diagnose te maken voor het aantal medicatie, voor de soort medicatie wat de klant krijgt. Ook daarbij haarverzorgingsproducten voor thuis. Er zijn veel mensen die shampoos gebruiken waar heel veel sulfaten in zitten. En die sulfaten die zorgen dus ervoor dat de kleur heel snel terugloopt. Of bijvoorbeeld mensen wassen veel te heet hun haar. Er zijn ook allemaal factoren waardoor je kleur dus sneller terugloopt. Ook bijvoorbeeld met thuisproducten, zoals stylingproducten. Er zijn veel mensen die een haarlak gebruiken waar heel veel alcohol in zit. En door die alcohol loopt de kleur ook snel weer terug. Of bijvoorbeeld een wax waar heel veel siliconen in zitten. Als allerlaatste hier onderaan hebben we nog een keer de stylingapparaten. Die stylingapparaten moet je maar denken aan een steltang. Er zijn mensen die niet goed weten hoe ze een steltang moeten gebruiken. Ze gebruiken het bijvoorbeeld op nat haar, waardoor je heel het haar hem kapot stoomt. Of bijvoorbeeld een steltang die geen keramische platen bevat. Ook hierin geef echt de juiste adviezen naar je klant toe. En dat ze gewoon goed weten hoeveel temperatuur hun steltang moeten zetten. En hoe ze het beste kunnen behandelen. Dus op droog haar. En zorg ook altijd voor een hittebeschermer. Goed, gaan we kijken om het haar zo te kunnen corrigeren. Zo kan je zo het beste een proeflok opnemen in het haar. Je kan ook bijvoorbeeld maar kiezen om het haar donkerder te kunnen kleuren. Ook hiermee kan je dus ook weer het testen van het haar met een proeflok. Let op, als je niet goed weet hoe het haar gaat reageren, kleur dan nooit en je ziet bijvoorbeeld dat de kleurtest negatief uitvalt, zorg dan ervoor dat je die aanpast. Hoe ga je nou zo'n testlok nou toepassen in het haar? Je neemt een klein stukje haar en je doet het in een folie. Ik bijvoorbeeld begin of achter in de nek, of nog een keer midden van het hoofd, of nog een keer bovenop. Iets in het passé daaronder.
Daarin kan ik zo dus precies zien hoe die kleur dus gaat pakken over het haar heen. Stel ervoor, ik heb iemand met heel donker violet haar. En ik wil er dus lichter gaan kleuren naar een balayage. Dan moet ik gewoon goed weten wat voor warmte bij vrijkomt. En daarin kan ik zo met een adviesgesprek op aanpassen. Maar ook bijvoorbeeld met donkere kleuren. Soms twijfel ik van, hoe donker zou ik gaan? Zou ik naar een kleurgetal 6 gaan? Zou ik een kleurgetal 6 mengen met een kleurgetal 5? Of misschien wil ze niet donkerder gaan als een kleurgetal 7? Dus daarin maak ik ook weer 3 verschillende testlokken om te kijken wat de klant het mooiste vindt. Gaat ook niet weven. Pak echt gewoon een hele pluk zeg maar op, waarin je gewoon goed kan zien hoe die daarop inkleurt. Maar goed, zo'n half uur tijd hebben we niet altijd in de salon. Wat je dus kan doen, is nog een keer, zeg maar dus, werk met een steltang. En dat klinkt heel gek, maar wat je dan dus kan doen, is, je pakt een folie, wel echt een professionele folie. Je pakt je blondeer om te kijken, om een 6%. En dan vervolgens ga je nog een keer een folie, ga je dus plaatsen van 2 centimeter. Dus echt een duidelijke pluk, daarin gaan we inzetten met je blondering. Dan vervolgens klap je folie nog een keer dicht. Je gaat met je steltang ga je er overheen. 2 keer op 180 graden. En dan zie je dus na 5 minuten wat de kleur moet worden. Zo krijg je heel snel informatie. En kan je ook aan de klant ook uitleggen van, dit is helemaal dus de warmte die vrijkomt in het haar. Dit kan dus na 5 minuten. En ook dus met donkere kleuren. Met de donkere kleuren kan je ook dus weer die inwerktijd dus weer versnellen. Zeg maar in die folie. Dit is echt alleen maar bedoeld als een testlok. En niet dus bedoeld over het gehele haar heen. Dus wat is nou dus mijn plan van aanpak bij stap 4? Hierbij gaan we zeg maar onze mengformule gaan aanpassen. Dus wat gaan we dus gebruiken voor de aanzet? Wat is daarvan zeg maar dus de inwerktijd en nog een keer de mengverhouding? Wat ga ik inzetten op lengte en punten? Wat is zeg maar de middenlengte en nog een keer uiteindelijk nog een keer op de punten? En waar ga je beginnen? Het kan bijvoorbeeld zijn, zoals ik al eerder vertelde, dat je een hele grote uitgroei hebt. Dus juist bij die grote uitgroei zoals eerst misschien de middenlengte moeten inzetten, dan pas de aanzet en als later pas lengte en punten. Dit is maar een voorbeeld. Maar bij iedere haarsoort is dat ook weer anders en bij iedere kleuring dus ook. En nog een keer stap 5. Want wat moeten klanten dus hebben voor het thuisgebruik? Ze moeten juist de verzorgingsproducten meekrijgen. Vaak als je een grote kleurcorrectie hebt ondergaan, heeft het haar juist weer extra proteïne nodig. De meeste proteïne, dat bevat zeg maar dus de neck structure complex. De verzorging, de styling en finishing. Dus producten waar dus niet te veel siliconen in zit en niet te veel alcohol. En daarbij nog een keer extra tips voor het stijlen van het haar. Ook als je een klant een heel ander kapsel geeft. Iemand moet ontzettend wennen aan zijn nieuwe kleur of aan zijn nieuwe kapsel. Juist daarin zeg ik ook tegen mijn klanten, kom binnen 2 weken even terug en dan kan ik eventueel nog een keer extra tips of tricks geven. Of bel de klant even na hoe ze het vindt, hoe de reacties zijn thuis. Dit zijn allemaal dingen waardoor je ervoor zo kan zorgen dat je klant het vertrouwen in jou heeft en ook allebei terug blijft komen. Nu gaan we even verder kijken over het haar op zich. Want hoe verwijder je nou een natuurlijke kleur in het haar en een gevormde kleur van een ongewenst kleurkarakter? Het kan bijvoorbeeld ook zomaar zijn dat iemand niet tevreden is met zijn kleuring. Deze kleurenster help je daarbij. We hebben de kleurenster, de primaire kleuren, waaronder het geel, rood en blauw. Daarbij heb ik nog een keer de neutraliserende kleuren. Dat zijn dus de kleuren die dus recht tegenover elkaar heen staan. Dus staan er voor iemand dus de geel van kleur. Dan kijk ik hier naartoe en dan heb ik daar bijvoorbeeld een liner dus voor nodig of een zilver. Hier onderin zijn dus neutraliserende kleuren. Heb ik nou iemand die bijvoorbeeld te oranje is geworden van kleur, dan ga ik zo maar eens kiezen voor mijn neutraliserende kleuren in de blauwe vak. Daar kan je zo maar onder andere kiezen voor een zilver, een as, een blauw, lichtgrijs, as en eventueel nog een keer de dark grey, de donkergrijs. Die dark grey gaat dan meer richting zeg maar het groenblauw. Dus pas op als je een dark grey gaat gebruiken van nek, dan zit er wel iets van een groen in. Dus doe het niet over blond haar heen. Maar juist om die warmte te kunnen onderdrukken op de aanzet, daarvoor werkt de dark grey echt heel erg goed. Heb ik dus mijn laatste, mijn groene tinten tegenover rood. Helaas, als ik iemand heb met een rode tint, kan ik niet met een groene tint dit onderdrukken. Eventueel, bijvoorbeeld bij iemand die heel erg donker is, waar heel veel warmte bij vrijkomt, kan ik nog een keer kiezen voor mijn punt 9. De punt 9 is zeg maar dus opgebouwd uit een groen. We hebben daarvan een 4,9 en een 5,9. En met de Next Soft hebben we nog een keer de 6,9. Maar dat gaat alleen maar over een uitgroei heen. Stel nou voor dat iemand zeg maar dus te rood is van kleur en ze is dus, zeg maar dus geverfd. Dan zou ik diegene dus eerst moeten ontkleuren naar een oranje ondergrond. En dan vervolgens kan ik nog een keer een diagnose maken voor mijn astinten. Om deze weer te kunnen neutraliseren.
Dit overzicht is een van de meest belangrijke overzichtjes en de meest duidelijke overzichten die ik heb voor jullie uit NEC. Wat je hier zeg maar dus ziet is bij de eerste de natuurlijke kleurhoogte, vanaf een 1 tot en met de kleurhoogte 10. Dus daarvan is je nummer 1 is zwart, de kleurhoogte 6 is donkerblond en de kleurhoogte 10 is echt platinumblond, dus echt heel lichtblond. En dan zie je nog een keer het onderliggende pigment. Wat je dus ziet is bij iemand die heel erg zwart is van kleur, dat het best wel een lange tijd duurt voordat het rood uit het haar is. Dus vanaf een kleurhoogte 1 naar een kleurhoogte 4 komt heel veel rood vrij. Kom ik nou bij mijn kleurhoogte 5, 6 en 7, zit ik wat meer zeg maar, dus met het oranje-geel wat er vrijkomt. En hierachter, vanaf een kleurhoogte 8 tot een kleurhoogte 10, daarin zit je echt zeg maar, in de gele zone. De laatste kleuren laat nog een keer zien wat de neutraliserende pigmenten zijn. Dus bijvoorbeeld, iemand heeft zeg maar, dus een ontkleurde kleur op een rode ondergrond. Zou je dus ook meer moeten kiezen voor je comma 9, je comma 11 of de triple 1, die hebben we ook nog een keer. Hier zijn we dus kunnen neutraliseren. Zit je dus bij een kleurhoogte 6, kun je dus kiezen voor een donkergrijs, dus de dark gray met een extra blauw pigment. En hier komen we nog wat meer zeg maar, uit bij een kleurhoogte 7, bij je geel oranje pigment, naar wat meer een lichtgrijs. Bij een lichtgrijs kun je ook weer versterken door een extra lila eraan toe te voegen. Want lila kan dus heel goed weer het geel pigment weer neutraliseren. Juist hierin, bij de kleurhoogte 8, kies je dus heel vaak voor je comma 23 of wat meer zeg maar dus voor een comma 12. Bijvoorbeeld dat soort kleuren om echt gewoon mooi te kunnen neutraliseren. Zie je nou bij je kleurhoogte 9, zie je wat meer dus bij de kleurhoogte, zeg maar bij de kleuren met een comma 32. Of dus de paars en de lila kleur. En bij de kleurhoogte 10 kun je echt dus kiezen voor je zilver of je lilac. Dus dit overzicht, je laat precies zien de kleurhoogte, de warmte ondergrond, dus het onderliggende pigment. De warmte die dus vrijkomt en het neutraliserende pigment. En color support dus ook. We gaan ons nu dus voorbereiden voor een optimaal kleurpresentatie. Hoe doen we dit? We hebben dus de Color Clean Shampoo. Stel nou voor dat het plant te donker is geworden of te grauw is van kleur, dan kun je dus kiezen voor de Color Clean Shampoo om goed dus te kunnen reinigen. Ook bijvoorbeeld als je denkt van een kleur moet heel goed en diep inkleuren. Daarin kies ik dus ook dus voor de Color Clean Shampoo. Het mooie ervan is dat hij beschermt nog een keer de hoofdhuid en ook nog een keer natuurlijk een vochtbalans. Maar hij reinigt dus wel vrij intensief. Masseer het ook gewoon eens goed door, maar zeker als je nog een kleurcorrectie gaat toepassen, was het ook niet te heftig. Gewoon rustig, alles met beleid, maar zorg er wel voor dat het haar helemaal schoon is van producten. Daarbij hebben we nog een keer de Porosity Equalizer. Deze zorgt ervoor dat het haar egaliseert. Vandaar ook dus deze naam. Wat je zeg maar dus merkt, als je iemand helemaal hebt ontkleurd, dan kan je vanaf aanzet tot en met punt, kan je deze dus toepassen. Heb ik bijvoorbeeld iemand met highlights, dan doe ik juist in die uiterste punten, daarin pas ik dus mijn Porosity Equalizer toe. Dus hij egaliseert het haar. Hij sluit het haar af, waardoor de kleur ook minder snel en intensief zeg maar, gaat inkleuren. Het mooie ervan is nog een keer dat het ook helemaal is zeg maar, toegevoegd met een vegan complex. Deze kan je gewoon dus voor en tijdens en na een chemische behandeling dus gebruiken. Dus bijvoorbeeld, ik heb een klant, ik ga haar donkerder kleuren, ik kan hem voor gebruiken, ik kan hem nog een keer bij mijn recept nog een keer toepassen en nog een keer na het kleuren kan ik hem nog een keer insprayen. En dan nog een keer de structuurcomplex. Dit is een product dat nog wat dieper in het haar gaat. We hebben heel veel voorafgaande trainingen ook gehad, zoals onder andere de blond trainingen, de intro, de beginning. Hierin wordt ook duidelijk uitgelegd wat die structuurcomplex ook inhoudt. Als allereerst, wat zo dus nummer 1 dus doet, hij zorgt dus ervoor dat hij heel diep het haar dus binnen gaat en dat hij tijdens het haarkleuren het haar dus beschermt. Dus daarin gebruik ik ook heel vaak dus het bondbuilder nummer 1. Daarbij is dus de regel, de 10% regel. Dus stel nou voor, ik heb een blondering gebruikt, 30 gram blondeerpoeder, dan gebruik ik erbij 3 cc, dus 3 gram extra van mijn nummer 1. Die meng ik dus bij mijn blondeer en tijdens het blonderen zul je echt merken dat haar veel beter en sterker aanvoelt. Wat je zo dus ziet, bij de structuur nummer 2, de Bond Enforcer, die zorgt ervoor dat u al die verzorging zeg maar, dus gaat toepassen met aminozuren. Het zijn allemaal kleine bolletjes en we hebben ongeveer 19 verschillende aminozuren in onze haar. Stel dat voor dat mijn haar ook beschadigd is, heb ik er misschien nog maar 6 over. Dus dan gaat u al die 13 andere aminozuren gaat u weer aanvullen in het haar. Dit kunnen de klanten ook weer heel goed weer bijhouden voor thuis. Waaronder zeg maar dus de shampoo en de conditioner. De shampoo en de conditioner die hebben dus die extra proteïne en die verzorging nog een keer erin zitten. En voor thuis hebben we nog een keer de nummer 3, de Bond Enhancer.
Deze zien we dus hier. Dat is zeg maar dus deze tube. Hij vult zeg maar dus de bindingen aan. Dus eigenlijk moet je het gewoon zien als een soort van topcoat, als een nagellak. Een soort van sealer. En daarmee kan je zeg maar bijvoorbeeld 1 of 2 keer per week deze extra verzorging toepassen in het haar. En dan nu over van de kunst naar kleurverandering. Want hoe kunnen we nou het beste een kleurverandering toepassen in het haar? Booster is een van mijn grootste vrienden. De booster is een kleurloze crème. En die kan je zeg maar dus mengen met je 10 volume, met je 20 of 30 volume. Ik kies altijd wel wat hoger, omdat de booster vrij zacht is qua opkleuren. Maar ik vind het echt een heel fijn product om bijvoorbeeld bepaalde banden in het haar weg te kunnen krijgen. Hij zorgt nog een keer voor extra levendigheid en nog een keer voor een kleurcorrectie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand zeg maar thuis zijn haar kleurt en dat die lengte en punten veel te donker zijn geworden. Juist de booster zorgt ervoor dat hij de kleur gewoon veel frisser en mooier maakt. En ook inderdaad van de overloop van kleuring. Dus stel nog voor dat ik een diepe aanzet heb, ik wil een middenkleur en lichte punten hebben. Daarin kan je ook dus heel goed dus de booster gebruiken voor die middenkleuring. Je kan de booster onder andere alleen gebruiken. Daarvan is je mengverhouding 1 op 2. Dus je kiest zeg maar je activator en daarmee ga je het haar dus lichter maken. Ik heb hier bijvoorbeeld een voorbeeld. Een stap 1. Deze klant is bijvoorbeeld veel te donker gekleurd. Haar aanzet is bijvoorbeeld wel haar eigen uitgroei, wat je hier ziet op een kleurgetal 6. Daarbij zijn zeg maar, dus je lengte en punten echt op een diepe kleurgetal 4. Maar toch wil ze liever van een kleurgetal 4 naar een 6,35. Dus wat ga ik dan dus vanmorgen dus gebruiken? Zoals ik al eerder zei, de mengverhouding van de booster is 1 op 2. Dus ik gebruik 50 gram van mijn booster, 100 milliliter van mijn 12%. En het klinkt heel erg heftig, maar juist omdat je zo donker bent, een kleurgetal 4, kan die met die 12% dus 2 à 3 stappen van die lichter gaan. Dan is je inwerktijd 45 minuten, totdat je haar zeg maar, dus een kleurgetal 6 bereikt. Stel nog voor dat het haar wat fijner is van structuur, kan je nog een keer kiezen voor je 9%. Dat kan dus ook. Brengt de booster aan, niet echt vanaf de uitgroei, want ze heeft wel de eigen uitgroei. Maar juist in al deze lengtes en punten, daarin ga je zo'n booster aanbrengen. Dus, als allereerst, voor de uitgroei kan je zo'n kiezen, hier, wat je hier zo ziet, voor de 6,35 met de 6,0. En daarna ga je nog een keer de lengte en punten ga je opfrissen met de 6,35, plus erbij nog een keer de 5 volume, dus je 1,5%. En op dat moment heb je echt gewoon een heel mooi en goudkleur resultaat. Wanneer ik de booster ook heel erg fijn vind, dat is vooral mensen waarvan je zeg maar, dus gaat kleuren en je merkt gewoon dat die voorpartij gewoon te donker wordt van kleur. Dan ben ik dus klaar met kleuren, dan zet ik daar nog een keer de booster overheen en dan zal je echt zien dat die daar dus wat minder op die fijne haartjes minder donker in gaat kleuren. Hierbij ook, je kiest zeg maar, dus eerst zeg maar, dus je kleurformule aan op de uitgroei en dan nog een keer dus voor de lengte en punten. Hier 20 minuten in laten werken, even wachten en dan nog een keer de laatste 20 minuten de lengte en punten opfrissen. Als een kleurformule maar een kleine aanpassing nodig heeft, dan kan je nog een keer, ook een keer de booster zeg maar, dus toepassen, zodat er wel iets wat meer warmte weer vrijkomt in het haar. De color cleanse. Dit is iets wat intensiever is als de booster. De booster is wat subtieler qua oplichting en de color cleanse moet je echt dus denken aan een blondeerwassing. Het is een schoonmaakformule, want het klinkt dus wel wat vriendelijker voor het haar en ook dus voor de klant. En daarbij verheldert die zeg maar, dus door middel van de bestaande kleur, en zowel natuurlijk als kunstmatig pigment. Dus je natuurkleur kan dus oplichten door een blondeerwassing. Maar ook een gekleurde kleur kan dus ook dus oplichten door een blondeerwassing. Wat is nou zeg maar, een color cleanse? En welke producten kan ik hier het beste voor gebruiken? Je kan zeg maar, dus een color cleanse light dus gebruiken met je 1,5 en 2,1%. Dat is de meest zachte color cleanse. Of nog een keer een color cleanse extra. 3 tot en met 6%. Maar ga niet hoger als een 9%. Als je echt het haar wil oplichten, kies dan ook dus niet voor een blondeerwassing. Behandel het haar ook voorzichtig. En zeker daarmee wil ik ook zeggen, zorg er ook voor dat je een kwast gebruikt die ook niet te harde haren heeft. Ik heb ook heel vaak ook een blondeerwassing toegepast en een sponsje. Dus gewoon een sponsje, een zacht sponsje en daarmee het haar dus ingezet op lengte en punten. Ook heel erg belangrijk met je blondeerwassing, gebruik dus geen warmte. Kies niet voor een te hoge activator, hoger dan 20 volume, dus hoger als 6%. De crème liner is een hele zachte cremige blondering. Het voordeel is, er zit geen ammoniak in, dus hij voelt heel erg prettig aan. Je moet het maar zo zien, er zit ook een witte bijwas in. Dus die bepaalde oliën,
Die moeten dus gemengd worden in je zakje. Dus wat je dus van tevoren het beste kan doen, is om even gewoon goed te kneden. Dat zeg maar dus het product zich goed vermengt in de verpakking. En dan vervolgens is zo'n keer je mengvouding 1 of 2. Het mooie van de kringleider vind ik dus dat hij heel erg vast is. Hij blijft heel goed zitten op zijn plek. Dus stel ervoor ik ga een folie inzetten, dan blijft hij echt heel goed gewoon op zijn plek zitten. Stel ervoor ik heb een klam met een heel klein uitgroeitje. En ik wil echt alleen maar dat kleine uitgroeitje inzetten zonder dat hij gaat rijzen. Dan vind ik deze kringleider ook echt heel erg fijn om te gebruiken. Je kan dus zo'n inwerktijd is 35 tot 60 minuten. En ook hierbij gebruik dus geen warmtebron. Je kan eventueel nog een keer het haarlijke afdekken met een plastic mutsje. Maar gebruik dus geen warmtebron. De Sugarplex Blond is een blondering die zeg maar dus wat meer is opgebouwd uit kristallen. Deze kan heel goed ademen tijdens het blonderen. Wat mensen dus meemaken is dat ze veel minder irritatie hebben op de hoofdhuid. Deze is dus wel wat sterker als de andere blondeerpoeder, zoals de blondeerlightener. De Sugarplex die is zeg maar dus bedoeld zeg maar voor 8 kleurhoogtes lichter. Dus deze kan zeker wel echt van behoorlijk oplichten in het haar. Hierbij geldt ook inderdaad ook weer hetzelfde. De mengverhouding is 1 op 2. Je kan het gebruiken met je 5 volume, dus je 1,5%, tot en met je 6%. Maar ga dus niet hoger dus werken als je 6%. Dat is wel heel erg belangrijk. Eerwerktijd 40 tot 60 minuten. En ook hierbij weer precies hetzelfde. Gebruik dus geen warmtebron. Hoe gaan we nou een Color Cleanse Light aanbrengen of hoe gaan we een Color Cleanse Extra aanbrengen? Hier laat ik jullie eventjes de verschillen zien. We hebben hier de Blond Light Powder, dus de meest zachte variant. Dan pakken we dus één deel van je Strut Complex Conditioner. Dus het is maar echt voor een blondeerwassing bedoeld op een hele zachte manier. En één deel van je Neck Activator, 1,5% of 2,1%. Fijn haar zou ik adviseren 1,5%. Iets wat dikker haar 2,1%. Maar wat doet nou die Color Cleanse Light? Hij zorgt ervoor dat het karakter wat in je haar zit, het ongewenste karakter, dat hij dat dus gaat verwijderen. Dus stel ervoor, ik heb een klant die heeft iets wat te groene punten, of de kleur is net even wat iets donker uitgeslagen. Daarin gebruiken we dus mijn Cleanse Light. Vervolgens verwijderen ze dus lichte tonen, het koelpigment in het haar of de semi-permanente kleuren. 1 kleurniveau. Dus verwacht dus niet dat je dit dus gaat gebruiken voor 2 of 3 tinten lichten. 2,1%. Die is wat intensiever. Die kan zomaar dus oplichten tot 2 kleurniveaus. Dan heb ik dus mijn Color Cleanse Extra. Dan kan ik zomaar echt dus het haar zomaar dus een cleanse maken. Die dus echt dus gaat oplichten. Hierbij gebruik ik zomaar dus mijn cream, de Cream Blond. Of de Sugarplex. En waarom? Deze blonderingen zijn ook net eventjes wat intensiever. Ook dit ga ik wel weer mengen met een Strutje Complex Conditioner. Om het dus weer zachter te kunnen maken. De keuze die ik ga maken uit mijn waterstof is 3 of 6%. Dus ik ga dus niet mijn 1,5 of mijn 2,1% gebruiken, maar juist de 3 of 6%, omdat ik wil dat die intensiever gaat oplichten. Hierbij kan je zeggen dus met je 3% wel tot 3 kleurniveaus oplichten en met je 6% tot 5 kleurniveaus oplichten. Mits het haar natuurlijk wel toestaat. Hoe ga ik nou zo'n Color Cleanse aanbrengen? Het beste wat je dus kan doen is eventueel bij de was. Spak, maar zeker wel op droog haar. Voor een maximale schoonmaakformule. Dus hoe meer ik wil oplichten, hoe beter het is dat het haar droog is. Wil ik nou een hele zachte Color Cleanse aan gaan brengen, dan kan het eventueel weer ook gewoon op droog haar. Begin dus met aanbrengen met de meest donkere delen. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat ik een hele donkere band heb. Dan ga ik daar dus beginnen met mijn Color Cleanse. Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat mijn lengte en punten veel te donker zijn. Dus dan ga ik dus daar kijken. Dus kijk echt goed waar je hem dus gaat aanbrengen. Iedere 5 minuten ga je ook controleren hoe de kleur dus oplicht. Dus ook tussentijds, ga niet een klant knippen of wat dan ook. Zorg er ook voor dat je ook echt bij deze ontkleuring aanwezig bent. Daarna ga je nog een keer het doormasseren met je handen. En gebruik ook zeker handschoenen. En laat het ook niet langer inwerken als 45 minuten. Als je na 45 minuten nog niet voldoende heeft gedaan, kan je eventueel overgaan op blonderen, als het haar toelaat. En anders moet je de klant dus toch teleurstellen dat je gewoon niet verder kan komen als deze kleuring. Je mag daarom ook dus niet meer dan 2 Color Cleanse behandelingen dus doen. Dus je kan bijvoorbeeld als eerste Color Cleanse doen, behandeling, en eventueel daarna nog een keer je blondering. En daarbij, om het haar dus nog beter te kunnen verbeteren, en om de houdbaarheid en nog een keer de structuur te kunnen verbeteren van het haar, kan je dus nog een keer kiezen voor je nek strutje complex, de nummer 1, bij je blondeerwassing,
En dan nummer 2 nog een keer als conditionering. Hier zien we een afbeelding. Dit is een dame die zeg maar, is gekleurd met een kleur 5. Haar wens is een 7-1-1, dus een 1-1-1. Dus ze wil eigenlijk gewoon het liefst zo mat mogelijk worden gekleurd. Hiervoor heeft ze haar dus thuis gekleurd, dus hij was zeg maar, dus heel erg mat van kleur. Maar ze wil liever dus naar een warmere kleur, zoals deze afbeelding. Wat je dus gaat doen op de aanzet is een 5-4 en haar lengte en punten wil ze naar een 7-44. Wat ga je doen met deze kleur? Wat ga je dus doen met deze klant om die kleur 5 en die 7-1-1 uit het haar te kunnen krijgen? En hoe ga je het haar weer inkleuren? Maak deze opdracht eventjes voor jezelf en ik kom zo meteen weer terug met het antwoord. Het antwoord heb ik jullie nu al gegeven. Het is een behoorlijk verhaal, maar ik ga hem even uitleggen. Dit is zeg maar dus de basiskleur en de lengte en punten die dus te mat waren en te koel van kleur. Ze wil dus liever naar een warmere kleur, met erbij nog een keer in de lengte en punten een 7,44. Er zat dus een thuiskleuring in en daarom adviseer ik ook zeker, doe altijd eerst even een testlok in het haar om goed te kunnen kijken hoe zeg maar dus het haar dus reageert op jouw kleuring. Hierbij hebben we dus gekozen voor de light powder, omdat de kleurhoogte was in principe van een 5 naar een 7. En het mag ook weer blijven van een 5 naar een 7. Dus daarin kiezen we dus voor de light powder met een 2,1%, omdat het een vrij dikke haar is. Dit doen we in een folie. We doen een steltang over, heel kort, met 180 graden. En dan gaan we dus kijken wat voor warmte er dus vrijkomt in die proefloop. Daarna maken we een keer de schoonmaakformule dus klaar. Dus die schoonmaakformule doen we met 20 ml met de blond light powder. Dus 20 ml van je conditioner. En je 2,1% op lengte en punten. En niet op de aanzet, want ze is natuurlijk al een kleur 5. Dus je hoeft hem alleen maar in te kleuren op de kleur 5. Daarna ga je haar dus uitspoelen. En daarna ga je nog een keer 2 keer nawassen met conditioner en dan nog een keer drogen. Op het moment dat je het haar zo hebt gedroogd, ga je dus je kleurformule gaan aanmaken. Je pakt dus je Naxoft, je 5,4 met 2,1% op de aanzet. Even een pijltje erbij, ja, hier zo. Dus 5,4 met 2,1. Op de aanzet. Daarna ga je het een beetje uitblenden. Dus zorg ervoor dat je niet een te harde lijn hebt gemaakt in het haar. Dan daarna ga je nog een keer de lengte en punten nog een keer blenden met een 7,44 met je 1,5%. Doe het zo zacht mogelijk, want dan zul je ook echt wel merken dat de klant ook veel langer ook plezier heeft van haar kleur. De punten dus met je 7,44 en ook dus weer met je 5 volume. Dus 1,5%. En als laatste nog een keer de inwerktijd 30 minuten. Maar buiten de nekpermanente kleuringen hebben we ook nog een keer neksoft. En waarom zit het nou met neksoft? Want het voordeel van neksoft is dus dat het ammoniumvrije kleuring is. Zeker als het haar bijvoorbeeld een color cleansing heeft gehad, dan is het dus zo dat haar behoorlijk is beschadigd. En dan is het gewoon echt gewoon beter om daar mee in te kleuren met neksoft. De neksoft mengverhouding is 1 op 1,5. En daarbij nog een keer met je nekpermanent kan je dus kiezen 1 op 2. Je activator waarvoor je kan kiezen is je 1,5% of je 2,1%. Je kunt dus een kleur aanbrengen van eventueel van de aanzet tot de lengte en punten. En ook daarbij je inwerktijd wordt ook weer verkort van 5 tot 25 minuten met een neksoft. Ook hierbij zorg er ook voor dat je continu ook, zeg maar, ook gewoon je applicatie nakijkt. Met een kleurcorrectie is het echt heel erg belangrijk om goed te kijken wat het haar dus doet. Daarna ga je het haar nog een keer reinigen. En als je het ook het haar gaat reinigen, doe het ook niet te intensief. Doe alles gewoon rustig en met beleid. En zorg er ook voor dat je ook niet te heet water gebruikt tijdens het uitspoelen. Ik ga je hier een voorbeeld geven. Dit zijn bijvoorbeeld zeg maar, voorbeelden waarvan iemand de kleur is teruggelopen. Ze heeft hier bijvoorbeeld een 7,3 gekozen voor de aanzet. Maar haar punten zijn amper teruggelopen. Dus eigenlijk gewoon dezelfde kleurhoogte. Als je die lengte en punten wil opfrissen, dan kan je dus kiezen voor de 7,3 op de aanzet en de 8,3 op lengte en punten. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat de intensiteit is verloren in lengte en punten. Dus de kleur is bijvoorbeeld zeg maar, wat lichter geworden. Bijvoorbeeld naar een kleur 8, maar hij is wat grauwer van kleur. Dan ga je dus kiezen voor de aanzet 7,3 en de lengte punten. Die ga je dan nog een keer inzetten met je 8,34. Dus het is 1 tint lichter en 1 tint voller. Het kan ook zomaar zijn dat het geheel zomaar helemaal dus een tint licht is geworden. Dan kies je dus voor je 7,3 en dan op dat moment kan je direct gewoon dus de lengte punten weer inzetten met je 7,3. Alleen je activator zou ik wel wat laag houden. Bijvoorbeeld met je 1,5% of je 2,1%. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat de kleur is vervaagd 2 tinten lichter. Dus hier wil ze dus de 7,3 op de aanzet. Maar de lengte en punten zijn 9,3 geworden.
Op dat moment heb je een basis nodig. En je basis zit alleen maar in je natuurkleur. Je zou denken, als ik een natuurkleur ga gebruiken in lengte en punten, dan kan de kleur heel grauw worden of heel groen worden van kleur. Maar hierbij is het zeg maar dus zo, de natuurtinten, dus een 7.0, is opgebouwd uit je blauw, rood en geel pigment. Wat je hierbij dus doet, je kleurt de kleur op de aanzet met een 7.3 en de lengte en punten ga je opfrissen met 15 gram van je 7.3 en 5 gram van een 7.0. Deze zorgen dus voor dat de kleur beter en dieper wordt ingekleurd. Ook voor je kleurbehoud is het echt een stuk beter. Ik moet er ook heel erg aan wennen, maar zeker hierbij, ik heb nog nooit meegemaakt dat een kleur dus te groen of te grauw wordt. En doet het dus wel met 1.5%. Hier hebben we dus iemand die zeg maar, dus een natuurkleur heeft naar een kleur te 5. En ze wil zeg maar, dus naar een lichtere kleur. Dus dan gaan het haar gewoon dus oplichten. Haar natuurkleur is een 5.0 met een 5.23. En haar gewenste kleur is een 8.0 met in de lengte en punten nog een keer een 9.32. Het haar is niet poreus, dus ze kunnen inderdaad wel goed ontkleuren. En ze is ook niet grijs van kleur. Welke kleurformule ga je klaarmaken bij deze case? Maak hem eventjes voor jezelf en ik kom zo meteen terug met het antwoord. Ik heb hier het antwoord van jullie van deze case. Haar natuurkleur was een 5. Ze had een 5.23 in het haar. En haar, ze wil zomaar dus naar een lichtere kleuring. Ze wil naar een 9.32. Hierbij ook. Doe ook altijd eerst een rektest. Dus dat kan je bijvoorbeeld zomaar dus doen met de folie, zoals ik al eerder vertelde. Met 180 graden. Daarna ga je zomaar kijken hoeveel het haar oplicht en hoe het haar ook aanvult. Dan ga je zo het haar ontkleuren. En dan kiezen we voor een flatpack techniek toe. Die flatpack technieken worden ook allemaal uitgelegd ook in de blond serie, zeg maar dus van de blond corrigerende kleuren in de nek. Mocht je nou hier vragen over hebben, dan kunnen we eventueel ook hierover bellen. Maar wat hier dus wordt bedoeld is, met een flatpack techniek gaan we dus alleen maar eerst de lengte en punten gaan we in de folie zetten om het helemaal dus licht te kunnen kleuren. We kiezen voor 6%, want hij moet maar echt dus van een kleur op de 5 naar een kleur op de 9 worden opgelicht. En daarbij nog een keer voor de bescherming van het haar kiezen nog een keer voor de structuurcomplex. De nummer 1. En hierbij geldt dus weer die 10% regel. Dus stel nog voor, ik gebruik 40 gram van mijn blondeerpoeder. Dan gebruik ik 4 gram van mijn nummer 1 van de blondeerpoeder. Daarna ga je dus wachten tot het licht genoeg is. En dan ga je dus de aanzet ga je inzetten ook weer om lichter te kunnen kleuren. De folies houden eruit. Eventueel smeer nog een keer extra bij. En dan ga je het haar zo dus uitspoelen. Dan heb je dus een keuze voor een permanente kleur of voor een next of color. Voor permanente kleuring is de mengverhouding 1:2. Dus dan kies je dus voor 20 ml van je 9.32 en 20 ml van je 9.21. En die 9.21 heb je ook weer nodig om dus die warmte dus te kunnen onderdrukken. En daarbij kies je dus voor je 1.5%. Zo zacht mogelijk. Dus hierbij de mengverhouding 1:2. Kijken we naar de next soft kleuring is de mengverhouding 1:1,5. Dus we gebruiken 20 ml van mijn 9.32. 20 ml van de 9.21 en 60 ml van de 1.5%. De kleebalayage is een nieuwe blondering met een neckrange. Die kleebalayage is ontworpen om het haar zomaar lichter te kunnen kleuren, zonder dat het per se in de folie hoeft. Het mooie ervan is, hij is ook echt een klei substantie heeft hij, dus hij gaat het dus ook niet uitzetten. Als ik de kleebalayage ga gebruiken, dan gebruiken we ook vooral zo dus in lengte en punten. Die kleebalayage kan je dus tot 40 volume gebruiken, dus tot 12%. En dat is inderdaad wel het mooie, zodat je hem zoveel mogelijk kan oplichten. Maar de kleebalayage is weer niet bedoeld voor de aanzet. En waarom is dat? Zoals ik al eerder zei, het is een hele vaste blondering. Dus dat weer vast op zijn plek zitten. Zou ik dit dus gaan gebruiken op de aanzet, dan kan mijn hoofd dus niet genoeg ademen. En dat kan weer irritatie veroorzaken. Dus vooral voor lengte en punten. Dat je lichter wil gaan kleuren, waar je echt een mooie balayage techniek wil toepassen, daarvoor is deze blondering echt uiterst geschikt. Ook bij de mengverhouding. Bij alle blonderingen is de mengverhouding 1:2, maar hierbij is de blondering mengverhouding 1:1 of 1:1,5. Dus je gebruikt 1 deel van de blondeerpoeder en 1,5 deel van je nek activator of 1 deel van je nek activator. Met je 20, 30 of 40 volume. 3% doet dus niet genoeg hierbij. In mijn tijd kan je dus tot een uur dus doen. Maar ook hierbij geldt dus weer, gebruik geen warmtebron. Want anders gaat de blondering uitzetten en dan gaat hij ook wat meer vlekken in het haar. En dat zou zonde zijn.
Dit is ook letterlijk een voorbeeld. Dit is iemand die van een hele mooie diepe violetkleur naar een lichtere balayage wil gaan. Haar natuurkleur is een kleur 3. De voorgaande kleur is een 4,2. En haar aanzet wat ze dus wil is gewoon haar normale natuurkleur houden op een kleur 4. En nog een keer de middenlengte naar een 5,3. Als laatste nog een keer de punten naar een 7,3. Hoe ga je deze balayage techniek toepassen? Welke volume gebruik je hierbij? En wat is nog een keer je recept, zeg maar, dus voor aanzet, middenlengte en lengte en punten? Ik geef jullie nu het antwoord. Wat je daarvan dus doet, ook hierbij ga je dus eerst beginnen met een rektest. Want ik weet helemaal niet wat voor warmte hierbij vrijkomt. Misschien dat hij wel mooi licht opkleurt, maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat de lengte en punten heel roze gaan opkleuren. En dan wordt het echt heel erg lastig om deze klant lichter te kunnen krijgen. Ik ga mijn balayage techniek graag aanpassen. En daarbij ga ik voor de middenlengte, zoals hier, ga ik werken met een 6%. Maar voor de uiterste punten wil ik een zo licht mogelijk eindresultaat kunnen bereiken. Dus hierbij kies ik nog een keer voor mijn 12%. Om het haar dus te kunnen beschermen, gebruik ik dus mijn structcomplex bondbeelden toe. Dus hierbij ook weer de 10% regel. Spoel de balayage uit en als je een oranje ondergrond hebt bereikt, of oranje geel. Daarna ga je nog een keer de middenlengte nog een keer zeg maar, goed nawassen. Met een structcomplex. En ook daarbij ga je dus een nieuw recept aanmaken. Op het moment dat het haar dus genoeg is opgelicht, dan ga je dus beginnen met de aanzet te kleuren met een 401, met 3%. De middenlengte met een 601, met 2,1%. En de punten hier onderin nog een keer met een 703, met een 823. Want juist je 823 kan dus heel goed zeg maar, dat oranje onderdrukken, of dat geel onderdrukken in het haar. En daarmee kies je dus weer voor een 1,5%. Dus zo zacht mogelijk. Hier moet het haar wat meer geactiveerd worden. De middenlengte geëgaliseerd en de punten zo zacht mogelijk. Daarna ga je nog een keer het haar nawassen. En dan nog een keer de stap 3 van het structuurcomplex in het haar. En inderdaad, als allerlaatste nog een keer de beoordeling van de kleur. Moet het haar nog lichter maken? Moet je kleurtoon nog bijvoorbeeld corrigeren? Moet het haar nogmaals ingekleurd worden? En eventueel nog een keer, hoe kan je een service maar aanbieden voor je klant? Het kan bijvoorbeeld met een collarmask zijn, of eventueel met een next-off collar. Of je kan bijvoorbeeld nog een keer een extra treatment service nog een keer geven, om het haar weer extra op te kunnen bouwen. Stel nou voor dat mijn klant een kleurvervaging heeft opgelopen. Dan ga ik zeg maar, het haar weer inkleuren. Dat ga ik dus doen met een voorpigmentatie om het haar om de kleur op te kunnen vullen in het haar. Dit moet je zeg maar, dus zien op het moment dat iemand zeg maar, dus twee tinten te licht is geworden en zo weer ingekleurd worden. Op dat moment ga ik dus die voorpigmentatie dus toevoegen. Dat doen we in bepaalde stappen. Dus stap 1. Stel een natuurlijke kleurhoogte in of de kleur van de aanzet. Ook daarbij stel de kleur ook een keer vast van de midden, lengte en punten. Stel de juiste kleurniveau vast wat je wil bereiken. En nog een keer de reflectie die je wil bereiken. Dan ga je dus je eigen recept ga je dus klaarmaken. Dat is het mooie van ons kappervak. Wij gaan een kleur maken op maat voor de klant. Als je iemand dus donkerder gaat kleuren, dan pak je een kwart deel van je basiskleur op dezelfde kleurhoogte wat je wil bereiken. Je gebruikt weer een kwart deel van de toegevoegde kleur om de kleur op te kunnen vullen. En dat doe je vaak één tint lichter en wat warmer. Dus wat voller van kleur dan de kleurtint. En als laatste nog een keer kies je nog een half deel voor de gekozen kleur die je dus wil bereiken. Ik noem hier bijvoorbeeld een voorbeeld. Je pakt dus 5 gram bijvoorbeeld van een 5,0. Je pakt 5 gram van een 5,3. En je kies nog een keer voor 10 gram voor de 5,23. Om zeg maar dus de gekozen kleur te kunnen bereiken. Dit laat nog een keer een overzichtje dus zien van een natuurlijk resultaat. Stel nou voor, ik wil dus haar iemand kleuren naar een kleur 4. Dan ga ik dus voor een kleur toevoegen, een kwartje van een 5,4 gebruiken. En een half deel van een 5,4 en een half deel van een 5,3 toepassen. Stel nou voor, ik wil iemand dus gaan kleuren van naar een kleur 5. Dan kies ik dus voor een 6,34. Dus inderdaad, één tint lichter en één tint voller. Wil ik iemand dus van heel blond naar een kleur 6 kleuren. Dan pak ik dus mijn 7,3. En zo dus verder. Hier onderaan zien ze ook een voorbeeld. De klant, haar wens is een 6,8. Dus je kiest voor 5 gram van de 6,0. 5 gram van de 7,3. En nog een keer 10 gram. Nog een keer van de 6,8. En het ga je dus kleuren met 1,5%. Dan is ze ook echt helemaal ingekleurd op een 6,8 over blond haar heen. Ook met je activator. Kies ook altijd voor je 1,5% of voor je 2,1%. Mijn voorkeur is wel inderdaad wel meer dan 1,5%.
en je mengverhouding is 1 op 2. Stel voor, ik wil een modetint op dus bereiken, dus ik wil een wat intensiever modebeeld wil krijgen. Dan zijn mijn kleurrangen die ik zeg maar dus kies, ook weer een tint lichter en een tint intensiever. Dus bijvoorbeeld, ik heb iemand die ik van licht naar een donkere kleur op de 4 wil kleuren, maar wel intensief. Dan kies ik dus als voor een 5-46. Hier bijvoorbeeld ook. Ik heb hier bijvoorbeeld iemand van een blonde ondergrond, die wil naar een kleur op de 5. Op dat moment gebruik ik dus 5 gram van mijn 5,0, 5 gram van mijn 6,4. En nog een keer voor de gewenste kleur, 10 gram van mijn 5,66. Dus op die manier is de klant heel mooi ingekleurd met een mooie rode diepe tint met 1,5%. En hier hebben we nog een keer van een Next Soft Color. Een Next Soft Color kan je dus ook eens heel goed mee voorpigmenteren of de kleur dus toevoegen. Precies hetzelfde. Iemand wil bijvoorbeeld van een blonde ondergrond naar een kleur te 4. Ik gebruik een half deel van mijn 5,3 en een half deel van mijn 5,4. Stel nog voor, ik wil iemand bijvoorbeeld van een blonde ondergrond of een lichte ondergrond kleuren naar kleur 5. Kies ik dus voor 1 tint lichter en wat warmer, om 6,34. En hier heb ik ook weer een voorbeeld. Ik heb hier bijvoorbeeld iemand die dus naar een kleur 6 wil. Dus ze is vrij blond van kleur. Ik gebruik dan 5 gram van mijn 6,0, 5 gram van mijn 7,3 en 10 gram van mijn 6,32. Want dit is haar gewenste kleur. Zou ik nou alleen maar de 6,32 dus gebruiken van een softcolor, dan kan het dus zijn dat de kleur heel snel terugloopt. Dus je hebt echt wel de signatuurkleur nodig op de juiste kleurhoogte. En nog een keer het pigment is nodig, wat dus net even één tintje lichter is en warmer is. En dat ook weer gemengd met je 1,5%. Voor intensieve kleuren kan je ook dus weer kiezen met je Nexoft. Hier onderin ook. We hebben bijvoorbeeld iemand die van een lichte ondergrond naar een kleur 5 wil gaan. Een 5,22. Op dat moment gebruik je dus 5 gram van de 5,0, 5 gram van de 6,4 en 10 gram van de 5,22. En dat ook weer gekleurd met 1,5%. Nu gaan we over naar een case. Want wat we zien is dat de Reese Witherspoon dus weer terug wil van een blonde kleur naar een donkere kleur. Ze wil dus weer voorgepigmenteerd worden. Haar natuurlijke kleur is een kleur 7. Haar gewenste kleur is een 5,23 en de voorafgaande kleur was een 9,32. En in die uiterste punten was het nog een keer een tintje lichter geworden. Dat is een 10,32. En het haar is ook wel vrij poreus wel geworden, omdat het natuurlijk ook wel eerder was ontkleurd. Hoe ga je dit weer inkleuren? Ik geef jullie hierbij het antwoord. Wat je dus allemaal ziet met de formule. Sowieso, omdat het haar dus poreus is in lengte en punten, zou ik dus kiezen voor een structuurcomplex. Daarbij is nog een keer, dus we zorgen dus voor een voorbehandeling van een structuurcomplex. En de stap 3 die houden we nog heel even hier buiten. Je doet dus ook dus weer een rektest of een proeflok met je nek permanent of je nek soft. En dan ga je dus haar dus inkleuren. Ze wil dus van een 9,32 en een 10,32 in de lengte en punten naar die 5,23. Dus wat je dus gaat doen is, je kan dus kiezen voor je nek permanent. Je pakt dan dus 10 gram van je 5,23, 5 gram van je 6,34, 5 gram van je 5,0. En dan meng je dus weer met 1,5%. Of bijvoorbeeld met Nexoft, dan kies je dus voor 10 gram 5,23, 5 gram 6,34 en 5 gram 5,0. Eigenlijk werkt het gewoon precies hetzelfde, alleen ik zeg maar dus het product of met ammoniak of zonder ammoniak. Maar beide mengen dus met 1,5%. Alleen met je nek permanent is de mengverhouding 1 op 2 en met je Nexoft is de mengverhouding 1 op 1,5. Je laat het inwerken voor 30 minuten en daarna spoel je het uit. Je was het nog heel even rustig even na. En dan gebruik ik nog een keer de structuurcomplex Bond Enhancer nummer 3. En hoe kunnen we nou die houdbaarheid van de kleur nou verbeteren? Dat laat ik jullie nu even zien met de volgende slides. Professionele zorg is echt uiterst belangrijk. Het is inderdaad gewoon zomaar zo dat je het meeste succes kan behalen met je kleur als de klant zich goed aan de regels houdt en dat je de goede adviezen kunt geven aan je klant. Al die factoren die hebben ook dus weer een, ja, een belangrijke rol die erin meespelen en dat de kleur dus beter blijft behouden. Ook daarbij, voer ten alle tijde een allergietest uit. Het is best wel lastig. Ik heb bijvoorbeeld zelf een keer meegemaakt met een klant. Die ging zeg maar dus naar van een bruine kleur naar een hele warme koperkleur. Toen bleek dus dat ze allergisch was voor de warme kleuringen. Dus daarin doe je zeg maar dus een kleurverandering in het haar. Zorg altijd van tevoren dat je een allergietest doet. Of dat je goed weet van tevoren
of de klant al eerder een reactie heeft opgelopen van een bepaalde kleuring. Voor thuis dus ook. Het mooie van onze signature lijn is dat alle kleuringen, dus alle verzorgingen, allemaal parabenenvrij zijn en sulfaatvrij. Dit zorgt dus voor dat haar veel milder wordt gereinigd. En ook hierbij, ik adviseer ook alle mijn klanten om de eerste 48 uur het haar niet te wassen. Op die manier kunnen de kleurdeeltjes ook meer uitharden en heeft de klant ook veel langer plezier ook weer van haar kleur. De Next Structure Complex helpt dus weer erbij om die proteïne weer aan te vullen. En zeker als je iemand weer lichter hebt gekleurd, heeft het haar ook weer die extra proteïne ook weer nodig. Ik vind het een hele fijne shampoo en conditioner. En daarbij het voordeel is nog een keer dat nog een keer het haar beschermt tot 220 graden. En om de kleur nog beter te kunnen behouden, hebben we nog een keer de Color Mask. De Color Mask heeft nog een keer ontwikkelde kleurpigmenten. Dus het zijn zomaar dus tubes waar de kleur al in de tube zit. We hebben bijvoorbeeld een intensieve roodkleur, de Red Rouge. Maar ook een hele mooie wijnkleur, een beetje een violet-rode kleur, de Mulberry Wine. Om kopertinten bij te kunnen houden, hebben we de Copper Orange. En nog een keer de Dark Chocolate en de Espresso voor de bruintinten. Dark chocolate is wat koeler van kleur en Espresso is wat warmer bruin van kleur. De Rosewood en de Vintage Rosé, dat zijn twee kleuringen die heel mooi inkleuren over blond haar met een rosé kleur. Maar die kun je ook onderling ook weer mengen. Je kan bijvoorbeeld een Vintage Rosé weer mengen met een Burnt Toffee. Op die manier krijg je een hele mooie, zachte, beetje beige blonde kleur in het haar. Om het haar dus te kunnen neutraliseren met violet, hebben we dus nog een keer de Violet Pearl. Deze is vrij donkerpaars in de tube, maar op het moment dat je hem in het haar doet, is hij echt heel mooi fris van kleur. De Silver Pearl en als laatste nog een keer de Honey Beige. Dit is dus degene, de variant die nog wat warmer is, zeker op hele lichte, mooie blonde ondergronden, om echt een honingkleur te kunnen krijgen. Maar hoe gaan we nou deze kleuringen toepassen in het haar? Mijn ervaring is, als het haar schoon gewassen is, dan vind ik de Color Mask het beste pakken in het haar. Ik doe het aanbrengen op handdroog haar. En je kan een keuze maken van 3 tot en met 5 minuten inwerken of 5 tot en met 20 minuten. Qua intensiteit zit er niet veel verschil. Stel nog voor, ik laat de kleur 3 tot 5 minuten inwerken. Geeft hij net zoveel kleuring meer als na 5 of 20 minuten. Alleen je houdbaarheid is wel langer als je het langer laat inwerken. Daarna kan je het haar nog een keer uitspoelen en handen droog maken en afzuren met de replens. Of eventueel nog een keer een extra treatment kan je dus aanbrengen. Deze Color Mask zijn ook niet heel zuur. Dus verwacht ook niet dat je haar heel zachter van wordt. Want ze geven echt alleen maar de kleuring af. Ze sluiten het af. Maar je mag eventueel hierna nog een keer een masker gebruiken in het haar. En ook hierbij, spoel ook weer niet uit met te heet water. Want het zorgt ook ervoor dat je kleur sneller terugloopt. Van de Blond serie hebben we verschillende shampoos. We hebben dus de Anti-Yellow, we hebben de Blond shampoo, de Blond Plus, nog een keer een foam. En deze hebben allemaal verschillende factors. Hoe hoger de factor is, hoe meer neutraliserend pigment die dus heeft. Dan gaan we even kijken naar de volgende afbeelding. We zien er dus een nekblond, maar degene die het meeste pigment heeft, dat is de laatste. De Anti-Yellow shampoo. Deze zit op een factor nummer 8. Dus het houdt in dat hij de meest corrigerende kleuring heeft. Daarna hebben we nog een keer, bijvoorbeeld zoals hier, de Platinum Blond nummer 6. Of eventueel nog een keer de Blond Plus. Deze zitten allebei op een factor 6. Dus deze neutraliseren ook al vrijwel. Eentje die zachter neutraliseert, dat is dus hier. De factor 4. Je hebt hier dus je nek blond shampoo. Of eventueel nog een keer de foam. De foam werkt ook heel erg goed over highlights heen. Dus hij matteert hem heel erg mooi af. Maar zorg wel dat je hem uitspoelt. Het is dus geen stylingproduct. Als allerlaatste hebben we hier nog een keer de Rosé Gold. De Rosé shampoo heeft een factor nummer 6. En dat is maar een shampoo die een extra rosé pigment dus bevat. Dus stel nog voor dat ik iemand heb gekleurd naar een peach kleur of naar een rosé kleuring. Dan kan je deze kleur ook echt, dus deze shampoo ook heel goed dus je kleur mee bijhouden. En de aroma's zitten hier nog een keer los ervan. De aroma's zijn weer opgebouwd uit andere verzorgingen met arganeolie en nog een keer een patchouli. Dus hierbij zorgt ook weer ervoor dat het haar en huid ook heel erg fijn en goed aanvoelt. Maak je dat hier uit je keuze. Mocht het nou dus zijn dat je niet goed weet welke keuze je moet maken, dan kan je ons ook weer bellen voor extra advies. En het advies zie je dus hier. Onder andere Louise met haar e-mailadres en haar telefoonnummer. Ikzelf, Cindy van Leeuwen met mijn telefoonnummer. En Remy die je dus kan bereiken, zowel haar e-mail en haar telefoonnummer.
We zijn nu aan het einde gekomen van de nek kleurcorrectie. Een vrij intensieve training, maar het is wel belangrijk dat je goed weet hoe je de kleuren kan corrigeren in de salon. Ik hoop dat je veel hebt geleerd van deze training. Om te kijken hoe jouw kennis is na deze training, kan je nog een keer een kleurenquiz doen. De kleurenquiz die kan je vinden bij de videobeschrijving. Deze ga je opslaan in je als PDF-bestand in je documenten. Je beantwoordt de vragen en deze stuur je dan door naar trainingen@people4.nl. Wanneer je een score hebt die hoger is dan 75%, dan ontvang je een bewijs van je deelname. We hebben de drie basistrainingen al eerder gehad, waaronder kleur in de beginning, grijsdekking en de blond expert cursussen. Bij deze drie trainingen, als je die hebt gevolgd, krijg je een color specialist certificaat. Bij de extra trainingen, zoals dus de toon expert en de nek kleurcorrectiecursussen, ontvang je een color master certificaat. En dan hebben we nog een keer de extra kleuringen. Deze training kan je ook nog een keer volgen, waaronder dus de soft color, de color mask en nog een keer de metallics kleuren. Als je deze hebt voltooid en je hebt een hogere score dan 75% behaald, ontvang je nog een keer een Color Genius certificaat. Dit overzichtje op de volgende afbeelding zie je nog een keer welke alle trainingen je dus kan volgen. Dus de drie basistrainingen, kleur in de beginning, grijsdekking en de blond. Hierbij ontvang je een Color Specialist certificaat. Bij de extra trainingen, de nek toon expert en de kleurcorrectie, ontvang je een Color Master certificaat. En heb je al deze trainingen gevolgd en je gaat nog een keer verder, waaronder nog een keer de Next Soft Color, de Color Mask en de Metallics, ontvang je nog een keer een Color Genius certificaat. Ik wil je bedanken voor jullie aandacht en graag hoop ik jullie nog een keer tegemoet te zien voor eventuele vragen of goede reacties. En bedankt!